Ja, dit is Melek en dat is een bijzonder meisje. Haar naam betekent engel. En ik heb haar ontmoet in Irak in 2016. En zij viel mij meteen op. Zij was gevlucht uit Karakors. En ik kwam haar tegen in een nonnenschooltje in Erbil. En ik zag haar. Ik dacht, zij moet in het Museum der Mensheid komen. En ik mocht haar vastleggen, op de foto zetten. Maar terwijl ik haar fotografeerde, ontdekte ik dat zij het licht niet kon verdragen. Hoe verdrietig is dat? Allereerst was zij gevlucht voor IS. Maar die diepere laag die raakt mij en heel veel mensen heb ik ontdekt. Zij kon mij niet aankijken. En toen ik eenmaal terug was, ontdekte ik dat heel veel mensen... Dat ze veel mensen raakt en ik wilde eigenlijk meer van haar weten. Dus deze zomer hebben we haar opgespoord via een journalist in Irak. En zij is weer terug in Karakors, waar zij vandaan kwam. En het gaat goed met haar. Het huis is helemaal leeggeroofd, maar inmiddels is IS daar verdreven. En ik zei, ik wil weten wat ze nodig heeft. En al heel gauw kwam het bericht dat zij een bril nodig heeft. En haar zus ook, die heeft ook albinisme. En nu zijn we via Arne Jongsma van Tot Ziens Optiek een bril voor haar aan het regelen. En voor haar zus. En die is bijna klaar en die wil ik terugbrengen naar Irak. Zodat ze weer beter kan zien.